Ik heb hier een beker en een muntje, zoals jullie zien. Ik ga even de beker met... zeg maar, het muntje is er nog steeds. Hè? Kijk, ik doe... De beker leg ik... op het muntje. Zo. En nu? Ik heb weg al. Het muntje is verdwenen. Nu kan ik het doek er overheen leggen. En dan doe ik zo. En het muntje is er weer. En dan doe ik weer de beker overheen. En dan let op. Ja. Oké, hoe dit werkt is, op mijn schoot ligt nu de beker. Maar de beker is niet zomaar een beker. De beker heb ik, heb nog een blaadje genomen. Ik heb de beker erop gezet, overgetrokken en dat een rondje zo uitgeknipt. En dat op de beker geplakt. Zo. Ik heb hem ernaast gezet, zodat je niet ziet dat, dat er een rondje zit. Ik heb met het doek, ik zal als even zonder doek doen. Ik heb vastgepakt, zo, op de munt gelegd, zodat je de munt niet ziet. Ik heb gezegd van, en nu laat ik het muntje weer verschijnen. Ik heb met het doek overheen gelegd. Ik heb het zo gepakt. En toen liet ik de beker vallen op mijn schoot. Maar omdat het doek een beetje hard is, neemt hij nog steeds de vorm van de beker aan. Ik doe hem er overheen. Ik hoef alleen maar zo te doen en de doek weg te halen.